Welkom bij het Zomerspel 2016, dit keer in het prachtige Merelbeek in de gemeentehal. 2 dagen vol bordspelplezier, gezet in een western thema en het zag er weer fantastisch uit. Het evenement was grofweg in 2 helften verdeeld. Aan de ene zijde bevonden zich de familiespellen en aan de andere zaten de expert titels. En deze titels waren allemaal geselecteerd door jullie voorafgaand aan het evenement. Met natuurlijk nog wat extra aanvullingen vanuit de bibliotheek en de diverse vrijwilligers die meehielpen. En evenals in de voorgaande editie is het thema weer fantastisch neergezet door de organisatie. Prachtige decorstukken met een hele saloon, een bank en een jail en zelfs een begrafenis ondernemen in het Wilde Westen thema staan te pronken in het midden van de hal. En wat ik helemaal sterk vind is het feit dat het niet alleen maar schitterend is om te zien hoe deze decorstukken de hal omtoveren tot een Wilde Westen, maar het is ook interactief en vooral voor de kinderen zijn er allemaal spellen weggezet in de decors die zij kunnen doen om zichzelf zo te kunnen betitelen uiteindelijk als hulpsheriff. Verschillende opdrachten die ze mogen doen waarbij ze interactief bezig zijn met het decor en niet alleen kijken maar ook aan kunnen raken. En ik was niet de enige die dat leuk vond. En voor degenen die het beste kostuum hadden, waren er ook nog wat prijzen weggelegd. En hier laat ik jullie nog een keer de winnaars van zowel zaterdag als zondag zien. En als je het leuk vindt om je miniatures te schilderen, was er een live demonstratie door een ervaren painter die hier en daar wat tips en tricks kon geven, dat je je eigen minnetjes nog mooier kan maken. En uiteraard kon je je favoriete titels ook hier op het Zomerspel aanschaffen tegen hele scherpe prijzen. En daarnaast was er ook nog eens een uitgebreide tweedehandsmarkt waar je van tevoren je spel al kon inschrijven
online eventueel alvast kon reserveren en anders op de dagen zelf kon kijken wat voor prachtigs er nog lag en voor een sappig bedrag weer mee naar huis nemen. En als je graag een specifiek spel wilde spelen wat op meerdere tafels werd uitgelegd door ervaren bordspelliefhebbers, kon je jezelf inschrijven en kreeg je privé uitleg, zodat je lekker kon genieten van de titels waar je graag nog een potje van wilde spelen. Daarnaast kon iedereen zich gratis laten sminken en zich laten omtoveren tot ofwel een cowboy of een indiaan. En ook voor de innerlijke mens waren er heerlijke versnaperingen in de vorm van traditioneel frituur, maar ook huisgemaakte wraps en stokbroodjes met allerlei heerlijkheden erop. Verder mocht ik op beide dagen weer een quiz presenteren, waarbij ik de kennis van de bezoekers testte en zo uiteindelijk tot een aantal finalisten kwamen die in de eindstrijd met elkaar punten probeerden te verzamelen door vragen goed te beantwoorden en zo uiteindelijk een bordspel in de wacht te slepen. Beide dagen hebben talloze mensen meegedaan aan mijn quiz en dat is natuurlijk altijd fantastisch om te zien. En daarvoor wil ik jullie allemaal nogmaals bedanken. En de winnaars die uiteindelijk een bordspel in de wacht hebben weten te slepen, die wil ik ook feliciteren met hun prijs. En hopelijk zie ik jullie bij de volgende quiz weer terug. En dan wil ik afsluiten met nog wat sfeerplaatjes van het zomerspel 2016. In mijn optiek een groot succes weer. Het was ontzettend gezellig. En de omgeving was fantastisch aangekleed in het western thema. En ook de bezoekers van het zomerspel wil ik hartelijk bedanken voor het feit dat ook zij in grote getale verkleed aanwezig waren. En dat zorgde ervoor dat er nog meer sfeer en gezelligheid op de beursvloer aanwezig was. Dat was gewoon geweldig om te zien. En alles bij elkaar heb ik mezelf gewoon vreselijk goed vermaakt. En ik kijk nu alweer uit naar de volgende editie. Dus geniet nog even na en dan zie ik jullie volgend jaar weer terug. Bedankt voor het kijken namens mij en namens het gehele team van Zomerspel. Tot volgend jaar!